Een paar weken geleden vertelde ik hier in een filmpje dat One the Musical in première was gegaan en dat de nodige recensies waren verschenen, dat die niet best waren, maar dat het mij niet uitmaakte, want ik lees die shit toch niet. Maar ja, toch druppelt er wel eens informatie tot je door en zo hoorde ik recentelijk dat er ook een recensie was verschenen in een van de grootste dagbladen, die ook lelijk was en ook over mij lelijk was. Maar vooral de naam van die recensent, dat ik dacht, man, die is al 40 jaar bezig hiermee. Die man doet al 40 jaar niet anders dan theatervoorstellingen de zeik inschrijven. Get a life. En toen kwam er een anekdote naar boven. Ik heb gespeeld met Carol van Herwijnen, een uitstekend acteur, waar ik in 2000 het zakkendiner mee heb gespeeld. En die man was ook heel gevoelig. En die kon dat dus niet aan de kant zetten zoals ik dat wel doe. En die was ook een keer door deze recensent in de zeik geschreven. En die was woedend op zijn fiets gesprongen, naar de man toegegaan. En dan moet ik even erbij zeggen dat ze allebei homoseksueel zijn, respectievelijk waren. Ja, dat begrijp je als ik de laatste zin zeg. En dat hij dus woedend verhaal was gaan halen bij die recensent. Er is een handgemeen uit voortgekomen. En Carol heeft die man op de grond geduwd en geroepen: zo, daar is je plaats, pisnicht.